Goedendag, welkom bij een lezing over de jeugdcursussen bij Bergsportreizen van de NKBV. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Ronald van der Vijg en ik ben alpine instructeur bij de NKBV en geef al jaren alpine cursussen en jeugdcursussen in de Alpen. Naast alpine instructeur ben ik ook sportkliminstructeur, instructeur leraar en leerkert, leercoach, waar ik kader opleid binnen de NKBV. In het dagelijks leven ben ik interim manager op het raakvlak tussen de business en de En ik ben vader van drie kinderen. En de oudste is nu bijna zover dat hij op jeugdcursus kan gaan. Dus ik hoop hem binnenkort ook een keer te verwelkomen bij een jeugdcursus van de NKBV. Belangrijk is bij een jeugdcursus dat we ons bewust van zijn bij een cursus dat het jeugd betreft. Dat zien we in de praktijk terug: dat de begeleiding zich er heel erg bewust van is dat we met minderjarigen op pad zijn. Dat de grootte van de groep beperkt is. Voorafgaand aan de cursus uh, zullen de deelnemers bij elkaar komen. En dat zal dit jaar online zijn. Zodat we met elkaar kunnen kennis maken en met elkaar kunnen doornemen hoe we een cursus gaan voorbereiden. Daar kom ik later nog op terug. In het algemeen, hoe ziet het? De cursussen eruit, die door de bergsportreizen worden georganiseerd. Al de cursussen leiden op tot zelfstandig kunnen gaan klimmen. We beginnen met een basiscursus, daarna is een gevorderde cursus en daarna zijn specialisatiecursussen. De verschillende cursussen kunnen zijn in sneeuw en ijs, kunnen rots zijn of kunnen een combinatie van die twee type terreinen zijn. Sneeuw en ijs en rots gecombineerd. Voor jeugdcursussen zijn er, is een onderscheid gemaakt tussen 14 tot 16-jarigen en voor 16 tot 18-jarigen. En als je hebt deelgenomen aan een jeugdcursus kun je ook heel soepel in het programma en cursussen van volwassenen doorstromen. Die hebben ook basiscursussen, gevorderde cursussen en specialisatiecursussen. En er zijn ook speciale cursussen voor 18 tot 25-jarigen. Ik wil jullie graag meenemen in een voorbeeldcursus in de Utstaler Alpen. Het is een gecombineerde cursus sneeuw, ijs en rots. En ik wil jullie gewoon meenemen in wat gebeurt er nou gedurende zo'n week. Jullie hebben een week vakantie. En die week vakantie gaan we plezier maken. We gaan dingen leren. Maar we moeten het ook gezellig met elkaar hebben. Maar anderzijds moeten we heel goed opletten dat de veiligheid... Ten alle tijden gewaarborgd is. Wat doen we tijdens een cursus aan zaken die we leren? Enerzijds looptechniek. Looptechniek, wat doen we daar dan? Het is heel simpel. We hebben allerlei soorten verschillende terreinen in de Alpen: een pad, blokkenterrein, ongebaand terrein. Gras, grul, allemaal kleine steentjes. In ieder terrein moet je anders bewegen. En op een andere manier vertrouwen we op je voeten, want alles draait erop dat je stabiel op je voeten staat. Hier is ook een voorbeeld op de eerste dag dat we meteen van het pad as en af zijn afgegaan en door het terrein heen gaan lopen. Hoe doe je dat dan? Hoe beweegt het dan? Zeker met een zware rugzak op. Daarnaast leren we klimtechnieken. Klimtechniek in rots, klimtechniek in sneeuw en ijs, touwtechnieken. Hoe zorg je ervoor dat je veilig in de rots beweegt en dat je veilig onderweg bent? Of hoe zorg je ervoor dat je op de gletsjer loopt en niet in de gletsjerspleet valt en dan in de gletsjerspleet verdwijnt? Maar toch wel met verbonden bent aan de touw. En als je dan in de gletsjerspleet zou zijn gevallen, hoe kom ik er dan weer uit? De zogenaamde reddingstechnieken. Doe ik het zelf? Of laat ik mij redden door mijn mede-cursist of mijn medepersoon waar ik mee onderweg ben? Dus al die technieken komen er gedurende een cursus voorbij: looptechniek, klimtechniek, touwtechniek en reddingstechnieken. Dat doen we allemaal in de praktijk: oefenen, oefenen, oefenen. En daarnaast maken we natuurlijk mooie tochten. En die tochten brengen we het geleerde weer in de praktijk. Samen onderweg en afwegen wat doe ik nu en op welke manier doe ik het nu. En ook dat het veilig blijft. Gedurende een week zijn we ook bezig met hoe oriënteer je in het terrein. Wat zie ik? Waar ben ik? Waar ben ik op de kaart? Of waar ben ik sowieso? Wat zit hier achter deze bergkam? Wat is het hutje daar aan de overkant? Zie ik die ook op de kaart staan? Of heb ik de kaart eigenlijk verkeerd omgedraaid? Had ik hem eigenlijk andersom moeten leggen? Hier is een foto zichtbaar dat we onderweg zijn in het blokkenterrein. Grote blokken die los liggen, hoe beweeg ik erover? Hoe langzamer je bijvoorbeeld gaat lopen, hoe moeilijker het wordt. Hoe dynamischer je loopt, hoe makkelijker het wordt. Maar dat moet je voelen en proeven. Hier is een foto van het terras waar, aan het eind van de dag, aan een hut, als het mooi weer is, lekker uitrusten, even wat drinken en even napraten over wat we die dag gedaan hebben. Dat zal iedere dag zich herhalen. Met minder mooi weer doen we dat natuurlijk binnen. Wat hebben we vandaag ervaren? Wat hebben we vandaag gedaan en wat hebben we er vandaag van geleerd? Kijk maar goed naar deze foto, zoals het er nu uitziet. We proberen natuurlijk gedurende de week verschillende tochten te maken. Maar ook een topbeleving te creëren. Bij deze cursus is meestal de eerste top de hanger. 3000 meter hoog en de eerste topfoto wordt gemaakt. We hebben hem bereikt. Allemaal via een mooi topterrein, een mooi graadje en via een mooie geleidelijke weg gaan we weer terug. Een van de volgende dagen gaan de gletsjer op. maar Wat zie ik hier? Ik loop hier zonder touw. Hoe kan dat nou? nou? We zijn hier nog niet in een gletsjerspleterzone. Er ligt nog niet of nauwelijks sneeuw op de gletsjer. Dus de spleten zijn zichtbaar. En meestal ook niet wijd verspreid. Dus hier kunnen we rustig lopen samen met onze stijgijzers. Ja, een gletsjer kun je uitkleiden als je gewoon op je normale bergschoenen loopt. Dus maken we gebruik van stijgeisers om op een veilige manier over een gletsjer te bewegen. Alleen dat vergt wel weer een bepaalde manier van lopen wat dan ook oefenen op een gletsjer. Zoals ik net al zei, let op op de foto van het terras. Je ziet nu een foto van de volgende dag van het terras in een andere toestand. Gisteren was het schitterend blauw weer. En vandaag is hij besneeuwd. Kunnen we wel op deze manier doorgaan? Kunnen we de tocht maken van vandaag? Ja of nee? Moeten we hem inkorten? Hebben we voldoende kleding aan? Houden we genoeg rekening met de omstandigheden? En zeker bij een jeugdcursus, even voor de ouders die wellicht ook meekijken. We houden extra rekening in jeugdcursussen met de omstandigheden, maar ook met het feit dat kinderen onder bepaalde koude omstandigheden sneller bevattelijk zijn voor bijvoorbeeld onderkoeling. Dus we moeten in ons programma rekening houden met hoe we omgaan met bepaalde tochten. In dit geval hebben we de keuze gemaakt om die dag niet op pad te gaan. Het was te koud, te gevaarlijk en te ijzig op de route die we zouden willen lopen. Dus we hebben die dag doorgebracht met proesieken, met touwtechnieken, met materiaalkunde. Alternatief programma voor wat we gedurende de week toch wel ergens hadden gedaan, maar hebben we in een ander dagprogramma gegooid. En op die manier moeten we flexibel zijn in het programma wat we uitvoeren en hoe we met elkaar die week doorkomen en met die week elkaar plezier hebben. Reddingstechniek is van essentieel belang als we onderweg zijn op een gletsjer bijvoorbeeld. Zonder die technieken kunnen we ook niet zomaar op pad gaan. Dus je moet bepaalde stukken hebben geleerd als voor we dat kunnen gaan toepassen in de praktijk. Bij sommige cursussen zit je niet in één hut. De Hutstaler Alpencursus is een van de cursussen waar we gedurende de weken ook van hut 1 naar hut 2 overgaan. Ander gebied, andere tochten kunnen maken en een overgang van de ene hut naar de andere hut. Hier een voorbeeld van de volgende dag na die dag met sneeuw dat we de overgang naar de hut maken. Nog steeds in besneeuwde omstandigheden. Maar minder koud en met meer zicht. De omstandigheden zijn nog wel steeds dusdanig dat we goed moeten opletten dat het een veilige tocht is. Over het gebaande pad. Maar iedereen goed opletten op wat de omstandigheden zijn. Van moeilijke omstandigheden leer je meer in een cursus uiteindelijk algemeen gezien dan altijd met mooi blauw helder weer. Want dan moet je gaan variëren en gaan kijken hoe je jezelf onder deze omstandigheden moet gedragen. En natuurlijk zijn er ook altijd lastige passages, Passages waar je net iets meer moeite moet doen om er doorheen te komen: glad, ijzig, steiler. In dit geval is je wat extra beveiligd door middel van staaldraden. Nou, altijd wel leuk, maar. Voor sommige cursussen kan het al eens even net een stapje verder zijn dan wat ze gewend zijn. Dus ze zullen we als leiding ondersteunen bij deze lastige passage. Hoe doen we dit? We hou je rekening mee? En hoe ga je deze op een normale manier overwinnen? Maar tussendoor natuurlijk ook de lol. En zeker in een jeugdcursus: tekenietjes sneeuw, sneeuwballengevechten, sneeuwballen bovenop een pikkel. Alles komt voor. en die ruimte is er. En die moet er ook zijn, want het is tenslotte vakantie. En tijdens deze, deze leerzame vakantie leer je ook dingen. Maar we moeten kunnen genieten en samen als groep kunnen opereren. Samen, uit en thuis. Gedurende de week oefenen we natuurlijk ook veel zaken. In dit geval is het een, het houden van een val in een steile sneeuwveld. Wat gebeurt er als er één persoon valt, en kunnen we die als groep dan houden? Zorgen we ervoor dat we niet als groep in zich heel naar beneden glijden? Daarnaast doen we ook remoefeningen. Dat vind ik zelf altijd persoonlijk het leukste onderdeel van de week. Dan gaan we met hoofd naar beneden, met hoofd omhoog op onze buik, op onze rug, op alle mogelijke manieren gaan we zorg dragen hoe rem ik dan in de sneeuw en hoe kom ik tot stilstand zonder dat ik de hele groep meeneem? Want als één gaat en je zit aan het touw en je bent er niet op bedacht, gaat de hele groep. En dat wil je voorkomen. Hoe sneller iemand kan rennen, hoe beter het is. Naast de praktijk natuurlijk in het veld, in de bergen, tijdens de tochten, tijdens de oefeningen doen, hebben we ook een avondprogramma. Iedere dag bereiden we in de avond de tocht voor. Wat gaan we doen? Hoe lang gaat het ongeveer duren? Waar moeten we rekening mee houden? Wie gaat het toch leiden? Wie heeft het dus goed voorbereid? Wie gaat het dan overnemen? Wie loopt er dus voorop? Wat zijn de momenten van keuzes maken? Wordt het slechte weer? Point of no return? Allemaal afspraken die je met elkaar maken om je voor te bereiden wat die de voorkomende dag kan gaan gebeuren. En als het allemaal goed loopt, toppie. Maar als we andere omstandigheden tegenkomen, zullen we misschien een andere beslissing moeten nemen. We gaan ook oriëntatieoefeningen doen. Wat zien we op de kaart? Hoe zou dit zich vertalen in het terrein? Hoe kijk je in het weer? En op welke manier, welke materialen gebruiken we nou eigenlijk? Wat hebben we nou aan onze gordel zitten? Hoe zit een gordel in elkaar? Wat heeft een carabiner? Wat kan een carabiner aan? Onder gesloten of open omstandigheden. En natuurlijk, last but not least. Touwtechnieken. Welke knopen, en uiteindelijk, hoop ik, en dat gaan we altijd vanuit, eind van de week kennen we die knopen door en door. En zelfs blindelings. S'avonds in de hut, naast wat we net genoemd hebben over oriëntatie, tochtenplanning, zijn we gewoon gezellig met elkaar aan het kletsen, of spelletjes aan het doen, of te eten en te drinken. En dat is erg belangrijk om onze reserves weer aan te vullen die we gedurende de dag hebben aangesproken om een tocht te kunnen maken. Of onze oefeningen te kunnen doen. We slapen in het lager, gezellig met z'n allen. En we zullen gezamenlijk gewoon de avond doorbrengen. Als je je terug wilt trekken is het natuurlijk ook helemaal goed. We vermaken ons, s avonds, zoals ik net al zei, ook met touwtechnieken. En hier is het voorbeeld van het eind van de week dat een van de deelnemers blindelings met de muts voor, binnen een aantal seconden de gewenste knopen heeft gedaan. Op een juiste manier. Dat is een grote kunst, maar uiteindelijk in deze cursus zes van de tien deden het binnen de gestelde tijd. En we spelen natuurlijk veel spelletjes. S ochtends, zelf voor mij een van de favoriete momenten. Rust, kijken we rond. Wat gebeurt er rond de hut? Wat is er te zien? Hoe ziet het weer eruit? Kunnen we die tocht maken van vandaag? In dit geval was het schitterend weer. Dan we konden we die tocht gaan maken. Alles valt op staat bij een cursus ook met voorbereiding. Het is heel belangrijk om conditie op te bouwen. Gewoon te wandelen, hard te lopen, bijvoorbeeld de duinen. De kuiten goed te trainen. Maar zeker ook om een paar dagen van tevoren... Voor de cursus al aanwezig te zijn, om aan de hoogte te wennen. Het zogenaamde acclimatiseren. En het belangrijkste dat kleding op orde is. Meer laagjes is belangrijk dan één hele dikke laag. Laagjes bouwen om warm te zijn of juist iets minder warm te worden is van essentieel belang. En zorg ook ervoor dat de rugzak niet te zwaar is. Geen overbodige materialen meenemen. Maar eten of onderweg is wel weer belangrijk. Zeker voor. Uh, de, de jongere jeugd die lekker nog in de groeispeurt zit, veel eten nodig. Maar neem mee wat je lekker vindt. Want ik merk zelf in de praktijk, en dat zie ik ook in veel cursussen terug, dat je toch net iets anders eet dan thuis. Maar je moet het altijd naar binnen kunnen werken, want die calorieën moeten uiteindelijk worden gebruikt. De voorkeur heeft het om geen wandelstokken mee te nemen. Het belangrijkste is in de berg om te vertrouwen op je voeten. En als je vertrouwt op je voeten, leer je hoe je moet staan. En als je wandelstokken hebt, dan gebruik je ook andere methodes. Dus als het medisch niet noodzakelijk is, geen wandelstokken. Lees verder ook de informatie, de reisinformatie van bergsportreizen. Daar zit alles in benoemd welke materialen je meekrijgt, welke materialen door de NKBV worden geleverd en de materialen die je zelf zou moeten aanschaffen of moeten lenen. Om aan de cursus deel te nemen. Ik hoop jullie mee een duidelijk beeld hebben gegeven van de jeugdcursus bij Bergsportreizen. Voor meer informatie kunnen jullie ook de website van Bergsportreizen bezoeken. Ik hoop jullie in de Alpen te zien bij een jeugdcursus of ook op een andere manier.